How? Is Ron al bezig? Denk het wel. Dag 8. Voor het eerst dat we in het licht beginnen, maar terwijl het wel vroeg begonnen zijn hoor. Maar ik heb nu pas de camera erbij gepakt. Betonnen vloer. Weer niet in pakken, die jongens. Is het hard genoeg, Jeroen? Zak je er niet? Hey. De stroom is eraf. Hey, Peppie Kokkie. Buurman en buurman. Stroom is eraf. Oh, nu weer erop. Of niet? Ja, ik zie in het huis zie ik een lampje aangaan. Oh, wat een mooie vloer. Ik moet bijna een mat gaan neerleggen, maar zo om het schoon te houden. Nou. De filters. Het gaat hier dus om de AM, om het AM-filter. Dat is een filter wat uit de oude vijver komt. Dus dan moeten we eventjes, dan moeten we een beetje uitgaan van de dingen die er onderin al gemaakt zijn, hè, de doorvoerder. En er komt hier natuurlijk nog een bewegend bed achter. En dit is het nieuwe filter. Dit is de Red Label 5055. Een groot ding met een hele grote trommel, niet lang, maar een hele diepe trommel. En een bewegend bed. Dus dan heb je dubbel bed. Daar bewegend bed zo direct. En hier bewegend bed. Dat gaan we aansluiten. We hebben ruimte genoeg. Alleen ja, omdat het vijver natuurlijk hoog staat. En deze, het filterhuis staat natuurlijk ja, een beetje ingegraven, want anders heb je zo'n ding in de tuin. Dus we moeten de filters gaan omhoog. We wisten natuurlijk van tevoren, geen probleem. En we weten ook dat de rand vrij hoog in het filter komen. Of in het huis komt. Maar dat was gepland en voorzien. Dus die gaan we nu helemaal op hoogte stellen. Dus dat is heel belangrijk. De vloer is super gelukt. De bodem erin zit er daar goed in. Dit gaat goed, de afvoer gaat goed, de betonnen vloer loopt een klein beetje deze kant op af. Dat is de bedoeling natuurlijk ook, als je wat water hebt, dat het deze kant op komt. En nu is het een kwestie van aansluiten. En dan hebben we nog dit systeem, maar daar ga ik jullie later alles over vertellen. De eerste 30 centimeter
aantal langs de vijver. Dat kan hij makkelijk hebben. Je kan natuurlijk veel meer hebben, maar dat doen we niet. We willen daar rustig aan mee aan de gang. En dan gaan ze de tweede rij palen zetten. En omdat we dit filter en ook het andere filter nog omhoog moeten maken, hè, het waterniveau is, even kijken of ik dat kan laten zien. Waterniveau. Dit streepje is de vijverrandniveau. Dus dan moet hij nog een centimeter of 12, 15 boven komen. Dus dat filter, dat gaan we dus, dat moet verhoogd worden. Als je dat op een stalen, of niet staal, maar een frame zet, zeker met zo'n gewicht, dat kun je beter niet doen. Dus we gaan hem op betonblokken zetten. Dan staat hij mooi stabiel. En tussen de betonblok en het filter zetten we dan nog een plaat sandwich paneel. Die zagen we mooi af. Daardoor heeft de hele bodem alle druk helemaal mooi verdeeld. Dus die gaat ertussen. Dat is die. En we gaan zo direct nog de quarantainebak maken. Dus dat wordt ook mooi. Het zijn heel veel kleine dingetjes, dus daarom is het filmpje niet zo heel erg lang. Allerlei dingetjes die je even snel moet doen. De doorvoertjes van de waterleidingen, het gas. Wat dingetjes afsmeren. Een kantje van het filterhuis eventjes af. Allemaal eventjes. Nog twee gaatjes door de vijver heen. Met de verlichting gaatjes maken. Allemaal van die hele kleine dingetjes. Ja, dat lijkt alsof er... dat is niet echt de moeite waard om alle 9 gaten te gaan laten zien filmen. Dus vandaar dat het wat korter is. Maar dan komt er morgen weer iets heel moois. Het is vandaag volgens mij nog kouder dan gisteren. Dus het is gewoon niet verstandig om nu al met de folie aan de gang te gaan. Morgen is het een stuk warmer. En zeker hier aan deze kant, hier is het toch wat warmer dan Amsterdam en zelfs Friesland. Dus we gaan morgen dan wel met de folie aan de gang. Dat moet lukken. En anders hebben we hier natuurlijk nog een folieproject. Dat moet ook gedaan worden. En we kunnen het hier helemaal verwarmen. Leerpastal 26 Moerdijk. Gaan we niet huis hoor. Moerdijk. We gaan naar Moerdijk. Hebben we daar weer een vijvertje te doen? Ja, dan moeten we even nog een vijvertje tussendoor. Maar dat mag Theo niet weten. Dus we hebben gezegd dat we even de domppomp terugbrengen. Domppomp terug. We gaan even de opvulstenen halen voor het filter. Zodat we het nieuwe filter alvast kunnen stellen. Dat is die. En dan hebben we opbeurschuim. Beurschuim niet gereden. En een lamellen schijfje. Ja. Met de betonblokken aan het tillen vanuit de auto. Daar gaat het filter natuurlijk op. Alleen we netjes nog vandaag nog in elkaar. Zodat het morgen helemaal hard is en dan kan het filter dus erop. Het lijkt wel groot al nog. Zoveel filtersystemen bij elkaar heb ik nog nooit gezien. En trommelfilter voor de quarantainebak. Twee trommelfilters voor de grote vijver. De een is een combinatie en de andere gaan we nog even kijken. Want ik denk dat daar nog een groot nieuw bewegend bed op komt. Maar dan moeten we nog even kijken. Want het oude, uit de oude vijver,
Is op zich heel goed, gaan we zeker gebruiken. Ga ik je nog een hele video apart van. Want er zit de verwarming in en van alles. Alleen maar hier achterin. En dan hebben we nog een trikkel staan voor. Kijk, dit is nog een trikkel voor de. Een bewegend bed, hallo. Voor die trommelfilter. En niet een luchtpomp, maar een zuurstofapparaat. Die doet, brengt pure zuurstof onder druk in de vijver, waardoor je een hogere zuurstofconcentratie krijgt. Twee Blue Eco pompen komen op de hoofdvijver. Twee keer de Blue Eco 500. Nou, er komt nog van alles, dan ga ik nog helemaal aan het zien. De jongens zijn nu aan het lijmen. Ik ga de laatste blokken nog even halen, jongens. Nou, de tent gaat er helemaal dicht. Tegen de dief is dat. Of om de warmte er niet uit te laten. Nou, hoe heet die? Wim. Ik ben hem nu alweer kwijt. Nou, was zijn naam? Nee hoor. Wim. Heel mooi, mooi. Mooi terras, helemaal recht. Jeroen. Nee. Ronski heeft de palen gezet en die staan zo, ja, voor het terras. Dat wordt een heel mooi breed terras die dus over de rand van de vijver heen steekt. Nou, het grond is dus helemaal gedaan. Nou, als je zag hoe het eruit zag hier en hoe mooi het nu geworden is, is helemaal top. De piramide staat nog, maar die gaat natuurlijk weg. Straks hebben we nog zoveel grond nodig, dus dat is helemaal top. Alle doorvoeren zitten erin. Dus, de skimmers, de retouren, de overlopen. Nog een skimmer. Alle bodemdrains, nou, die zaten er al in. En de twee verlichtingsdoorvoeren. En daar gaan we niet de hele vijver mee verlichten, maar we willen heel graag het licht voor het raam krijgen. Zodat als het op een zwoele zomeravond al gaat schemeren, dat je dan heel mooi de vissen iets verlicht worden. En dat doen we vanaf bovenaf verlichten, zodat het voor de vissen ook een beetje natuurlijk is. In plaats van dat je de verlichting op de bodem zet en dan omhoog schijnt of lager zet. Want dat is natuurlijk heel onnatuurlijk om de zon van onderen te krijgen als vis zijnde. Nou, eigenlijk als alles zijnde. dat is dat. Hout voor het dek komt van de week binnen. En het hout hier natuurlijk ook voor. Het allemaal anti-worteldoek. Anti-worteldoek, alle filters. Zijn nu hier, dus er is een nieuw filter, nieuwe filters, nieuwe pompen, vernieuwde pompen. Daar ben ik heel blij mee. Dat er staat de oude pomp op en die waren toch erg energieslurpers, energieonzuinig. En dit zijn hele goede, intelligente pompen die we ook op afstand gaan kunnen uitlezen. Dat ook alle kabels er liggen, dat dus. Ik kijk uit naar de aankomende 2 dagen voor de installatie van de 1, 2, 3, 4 filters. 5 filters. En dan gaan we in 2 dagen daarna nog. En dat doen we ondertussen natuurlijk ook al wat het nodige werk voor. Gaan we het houten dek. Wij doen alleen het frame. Gaan we doen. Dus wij gaan het helemaal het frame doen. En dan mag de andere timmerman. Mag de vlonderdelen erop gaan zetten. En dan zit ik alweer in Japan. Dat is vrijdag over een week ga ik daar naartoe.
En ja, morgen een super verrassing. Voor, morgen het filmpje. Dit filmpje is natuurlijk leuk om te zien. Morgen helemaal krijgen we inspectie om, voor deze vijver. Dat hebben we, een van de betere inspecteurs komt kijken of we alles goed doen. Dus dat komt, je komt er naartoe. Je komt kijken. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Smiling through, just like you always do, till the blue sky.